Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer eens met mijn zussen. Zo lang geleden. Long time no see, ja. Ja, inderdaad. Eindelijk hebben we weer een sushi mukbang. Nou, dat is 8 maanden geleden. Veel te lang. We gaan weer allemaal leuke vragen beantwoorden. Ik heb echt fucking veel vragen. Ik ga ze altijd laten zien. Nou, gewoon echt fucking veel. Oh, wat yo? En we hebben weer echt bij The West besteld. Sky Asia. Heerlijk. Echt fucking lekkere dingen allemaal. Gewoon helemaal lekkere dingen eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Lekker boontjes. Sarah heeft alles besteld, wij weten het niet. Een soort crispy gamba, spicy mayo. Nee, oh dat vind ik zo lekker. Dan allemaal van die lekkere rollen. Dus Doritos rol, gamba. Oh, we vorige keer ook. Cheddar, avocado. Oh my god, je bent de beste uit. En al die crispy box, die is altijd goed. Heel lekker. Ja. Lekker van gember. Ik zei extra sojasaus, want ze doen altijd weinig sojasaus hierbij, vind ik. Iedereen vond het ook helemaal leuk met je broer. Ja, ik ging aan het eten met het gezin en hij zit alleen op zijn telefoon. Want hij kreeg natuurlijk 100 DM's, hij kan het gewoon niet aan. Ah! Hij zei, jezus, ik krijg echt van vrouwen berichten, joh. Hij appte me ook en zegt, het is echt niet normaal. Ik kwam van die fucking cute antwoorden en ze welke van elke meid wil horen. Ja, hij is natuurlijk gewoon echt zo'n precies wat hij moet zeggen. Dat is echt zo. En het was gewoon een leuk gesprek. En we zijn natuurlijk gewoon chill met elkaar. Dus het was ook niet zo awkward. Het was gewoon zo fucking gezellig. Het was echt leuk. Ja. Nou, lekker cheers. Ja. Cheers. Hey, op een nieuwe video. Yeah. Lekker. Mm. Ik haat alleen echt aan deze tent. Maar die soja dat vind ik echt zo dom. Ja. Je hebt echt van die sushi bakjes. Ja. Oké, welke ga ik eerst proeven? Deze. Ja, dat is met cheddar of zo. Oh, dat ziet er zo geil uit. Ik weet niet wat erop zit, maar een soort saus. Ja, dat is cheddar. Oh, dat mijn god. Een cheddar. Okay. Proberen. Ik wil ook die cheddar proberen. Is die goeie? Nou, zo smeuig. Ik heb deze dus nog nooit op. En dacht, ik wil deze echt een keer proberen. Wacht, mijn wijn. Het is heel smeuig. En het is nog warm gewoon. Oh, het is echt vers. Nu ga ik deze met Doritos. Nou, wie verzint dat? Ook echt heel lekker. Welke? Ja. Oh, die crispy garnaal. Nee. Spicy. Tuna. Ja. Ja, die hadden volgens mij vorige keer ook. Ja. Wow. Maar dat is heel lang geleden. Heel spicy. Oh. Zo. Ja. Spicy? Ja. Hij is echt heel pittig. Meiden, wat zijn we weer aan het doen? Wat zijn we uit? Wat zijn we uit? Ik ga die ook proberen. Nou, vanavond gaan we naar Langer Standfeest. Ja. Dat is. Oh nee, Saar niet. Nee, ik ga niet morgen werken. Ja, daar dat zijn een soort naar. Crispy gamba bites. Dus ik hoef er geen extra wasabi bij te doen. Dit is met een garnaaltje bovenop. Zo. Ik proef wel echt die Doritos. Nou, lekker. Ja, dat is echt geweldig en mooi. Die is echt niet normaal. Het is niet normaal. Weet je waarom ik het zo lekker vind? Omdat er overal zo fucking veel saus op zit. Maar dat maakt het lekker. Ja. Ik ga doen. Even kijken hoor. Die crispy. Het genaamd van vrouw. Lekker. Doorzichtig. Dit is gewoon nog, dit is gewoon nog blauw. Huh? Jawel, dit is wel gefrituurd. Nee. Dat binnenste niet hoor. Oh, ik heb hem al opgegeten. Ja, ik ook. Maar dit is ook met garnaal of niet? Ja, is de rest ook zo? Dit is ook zo, die Doritos. Ja, ik ben dit is kip, denk ik. Het is gewoon helemaal een rauwe garnaal. Nee. Oh, dat hoort niet hoor. Mijn ja? Ja. En als het blauw is, dan is hij wel. Blauw? Waar kom je vandaan dan? Zie je dronken. Ja, ben je geweest dan? Met Pim. Het is 5 uur. Nou, ik heb ook die Doritos nu al op. Ja, ik heb de Doritos op. Kijk, dit is roze. Als ze roze zijn, is het goed. Nou, wat stom. En nu? Nu kan je dus die allemaal niet meer eten. Dan haal ik het wat dus uit. Nou, die zijn wel nog gebakken. Nou. Ja, ik kan het misschien wel eten, maar ze zijn morgen allemaal ziek. Het is wel gefrituurd, maar de buitenkant heb ik al gegeten. Ja, maar hoe kan het? Want de buitenkant is gefrituurd. En van binnen is die gewoon nog. Nou, dus denk wel we gaan heel duurt, maar heel kort. Heel dat garnaal altijd onze lievelings is. Ja. Ja, dus voor mijn vragen weten we het allemaal al. Kijk, nou, maar het is allemaal zo lang geleden inmiddels. Oké, dit vind ik wel leuk. Wat maakt de ander bijzonder? Dat is leuk. Begin jij maar, Sam? Oh, goed. Ik vind dat Bo bijzonder maakt, is dat ze heel
trouw, loyaal en zorgzaam is. Dus Bo, zeg maar, is gewoon echt... Ja, jij hebt niet veel mensen, maar de mensen die je zeg maar, in je leven hebt, die staan heel dichtbij je. Daar zou je echt alles voor over hebben. Zou je zeg maar, nog boven jezelf zetten eigenlijk. Ja, soms ook een beetje ten nadele van jezelf. Ja. Dus dat vind ik, dat is speciaal toch? Dat maakt je speciaal bijzonder. Ja, bijzonder, ja. Ja. En Isabel is dat zij gewoon zo lekker zichzelf is. Zeg maar. Ja, ik hou er gewoon van. Weet je wel, gewoon dat jij. Ja, je bent aan. Het is heel gek, want aan de ene kant ben je wel met heel veel mening van andere mensen toch wel een soort bezig. Maar toch ben je aan de andere kant ben je wel gewoon lekker jezelf en kan je gek doen en dingen uitflappen zonder erbij na te denken. Weet je wel. Ja, maar dat maakt jou ook weer jou. Ja, dat klopt. Dat wel leuk. Heel overthinking en stress, maar toch... Oh, gek. Ja, toch echt jij. Ja. Nou, Saar, wij hebben natuurlijk altijd heel veel brieven ook met elkaar geschreven. Zij weten ook wel een soort van wat we bijzonder aan elkaar vinden. Maar Saar is gewoon echt een luisterend oor. Je kan alles tegen Saar zeggen en ze heeft altijd goede adviezen. Oh. Nou, dat is echt zo. Ja, wat doe ik ben altijd eerlijk. Altijd eerlijk. Ja. Dus, ik hou van eerlijkheid. Ja. En Bo maakt bijzonder. Eigenlijk een beetje wat Saar zijn. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Heel zorgzaam. Heel loyaal naar de mensen om erheen. Ze zijn nooit iets verkeerds doen. Of iemand pijn willen doen. Of zo. Nee, maar dat hebben jullie ook niet, hè? Nee. Ja, oké. Okay, ik bedoel, je bent soms te goed of zo. Dat ja. Je mag best wel een beetje meer aan jezelf denken. Mm-hmm. Zeker. Ja. Zo. Ja. Nou, nu ik. Saar, dat vind ik wat Isabel zei ook heel erg. Jij kan echt heel makkelijk met jou praten, zeg maar. Inderdaad, Isabel, ik zeg, je hebt altijd je antwoord klaar. Je weet precies, zeg maar, het juiste advies te geven. Of zeg maar, wat wij willen horen. Of ja, soms ook niet. Maar dat is dan ook alweer goed, zeg maar. Ja. Dus dat maakt jou bijzonder. Dat je, en dat je gewoon heel zelfstandig bent. Je eigen ding doet. Nou. En dat je ook gewoon voor iedereen klaar staat qua... praten en... Wat lief. Wat een liefde. Echt, hè? Ja. En Isabel ja, van alles. Met Isabel kan ik ook alles zeggen, alles praten. Isabel zie ik natuurlijk nu echt heel veel, echt bijna elke dag. Ja. Dus ja, wat maakt jou bijzonder? Ja, gewoon alles. Gewoon hoe jij bent. Gewoon inderdaad wat jij ook zegt. Gewoon Isabel is gewoon Isabel. Ja, Isabel. Soms bijvoorbeeld heel onzeker, maar soms heel erg niet onzeker en scheid. En we gaan gewoon, of weet je wel, maakt niet uit. Of dat is altijd weer anders. Maar soms dat maakt jou wel leuk, zeg maar, wie je bent. Ja, en soms gebeuren ook echt dingen en dan kan ik eigenlijk gewoon nog niet eens boos. Of dan denk ik gewoon, ja, dat is gewoon Isabel, weet je wel. Ja. Gewoon van, ja, laat ook maar. Maar wij weten het allemaal van elkaar, dus dat is wel chill. Ja. Nou, leuk. Leuk, ik zit het weer echt naar binnen te schroeven. Ja, ik heb 3 weken niks gegeten. Ja. Ik zou net geen honger had. Ik heb precies hetzelfde. Ik word er echt schijtziek van. Ik ook. Nou, ga ik even normaal doen. Oh, sorry. Maar ik vind het echt zonde van die sushi. Ja, ik ook. Ja, ga het nu niet opeten, dus. Of we moeten ze nu bellen? Kom de rest van Hi, je spreekt met Sarah. Ik had net bij jullie een bestelling geplaatst. Heb je een momentje? Ja. Als je daarin dipt, gewoon precies kibbeling. Ja, ik zag dit staan, daar gaan we nog nooit van. Nou, vind ik lekker. Lekker een side dish. Mm. Hi, goedemiddag. Ja. Wat is het misgegaan? Ja, dat weet ik ook niet, want de garnaal zit natuurlijk wel zo'n gefrituurd laagje omheen, maar in die garnaal zelf, kijk, is het gewoon nog een soort rauw, een beetje grauwig doorzichtig. Dus het ziet er gewoon rauw uit, zeg maar. Dus hij kan, als hij eruit komt, is hij eigenlijk niet rauw. Echt een los bakje, die zijn allemaal roze, maar die in de sushi zit is gewoon... Eigenlijk gewoon nog doorzichtig. Want het is gewoon vet rauw. Dat vergeet je toch? Nee, maar dat vergeet je. Het is zeg maar op die 160 graden gefrituurd. En wij moeten een aantal minuten zo in de frituur houden. Ja, heel raar. Ja, het ziet er wel heel rauw uit. Oké. Dat er eigenlijk niks mis mee is, maar... Ja, ik bestel ook vaak bij jullie hoor. Dus ik vind het echt heel lekker altijd. Dankjewel. Ja, komt goed. Doei. Ja, ze kan wel zeggen. Ja. Ze kan het wel zeggen, maar hoe vaak gebeurt het dat ik een kroket op 200 graden erin gooi en die na 5 minuten nog steeds rauw is van binnen? Ja, dat kan. Ja. En het is meer van, kijk, ik snap dat zij zegt, van, als ik echt een frituur gooi, wij houden allemaal hetzelfde minuten. Dus dan is het wel raar dat iemand van scheid jullie... hebben en het gewoon eerder uithaalt en je denkt, best, ik vind het best zo. Ja. Ja, maar dat weet zij natuurlijk niet. Ze gaat er niet zo over haar personeel praten. Ik snap wel dat zij zo zegt, maar op een gegeven moment denk ik wel van, oké, je moet...
Prima, je hoeft niet gelijk te halen. Maar jij moet niet gelijk geven, want de klant is koning, zeg maar. En jij moet gewoon zeggen, ook al, dat zeggen wij ook heel van, oké, is goed, we krijgen een nieuwe, of we gaan vervanging zoeken, of je, weet ik, voor ik echt... Nou, niet echt goede reclame, maar oké. Nee, sorry, Sky Asia. I love Sky Asia, maar I don't know. Dat moest je weten, dat is een video. Als het een beetje nog is, oké, maar dit is gewoon nog puur hou. Ja, laten we nu even iets anders praten. Ja, oké. We eten dat gewoon niet op. Nee. Of ik haal hem gewoon uit. Ik ga een vraag uitzoeken. Ja. Speel de juice. Ja, speel de juice, Isabel. Nou, ik was benieuwd wat jullie van open relaties vinden. En wat Isabel en Bo voor werk of studie doen. Nou, maar misschien kan ik eerst even vertellen wat je doet. Ja, want ze hebben jullie ook al een tijd niet gezien, dus... Maar ik werk vast in de horeca. Bij een heel leuk restaurant. Het Leeuwtje. Dus als je mij en Bo daar wilt zien werken, kom daar eten. Kom even gezellig langs. Het Leeuwtje in Noord heet het. Daar werk ik fulltime eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Maar het is heel hard en veel werken, dus ik heb naar mijn zin. Leuk. Ik werk er ook toevallig. Maar dan iets minder dan Isabel. Maar nu ga ik wel weer iets meer werken. En dat combineert met mijn eigen bedrijfje. Ja. Als dus interieurontwerper. Ben je nog op zoek naar een interieurontwerper? Ja. Dan moet je naar Bodesign. Ja. Dus even een live update. Ja. Inmiddels zijn we allemaal niet meer met school bezig. Nee. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dat is mijn gezien. Nee. En wat wij van open relatie vinden. Ja, kijk, iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zei. Het is heel persoonlijk. Maar voor mij weet ik voor mezelf dat het niet weggelegd is, zeg maar. Nee. Maar ja, als jij zoiets hebt dat je dat wel voelt, of ja, dan is dat natuurlijk ook goed. Ja. Ja. Nou ja, ik ben er ook niet zo van. Ik zou dat op zelf, zeg maar, niet kunnen. Nee. Ik zou gewoon iemand met iemand. Als ik met iemand ben, dan ga ik gewoon voor diegene. En dan ben ik niet per se op zoek of behoefte aan andere mensen. Nee. Maar ja, dat is wat ik daarover vind, ik denk. Maar dat is niet zo dat ik dan denk, andere mensen vind ik dan raar of zo. Dat is echt mijn eigen ding. Maar ik zelf zou dat nooit doen of aan denken of in ieder geval. Mensen doen genoeg gekke dingen. Ja, ik hoef het niet te weten. Doe lekker je leven, lekker je leven. En, maar dan wel die naam. Op relaties had ook niks vinden. Maar. Want je weet van, je woont samen, je gaat op date met iemand anders. Ja, what the fuck. Ja, maar geld doe je ook. Dus dan, als je het er normaal vindt, dan is zeg maar. Ja, sommige mensen die raken heel snel verveeld, bijvoorbeeld. Ja, ik kan aan de ene kant ook wel zeggen. Dan houden ze gewoon van iemand. En die liefde is er gewoon, maar ze zijn bijvoorbeeld allebei snel verveeld. En anders gaan ze buiten de deur stiekem zoeken. Dus, kan beter maar open doen. Ja. En je hebt natuurlijk ook natuurlijk op verschillende levels. Ga je alleen een drankje doen? Of is het überhaupt al het idee dat het mag? En doe je het niet? Het gebeurt het niet eens. Maar is het gewoon meer het idee, ook zit niet vast. Dat je ook open mag zijn. Ja. Dus die manier, ik weet gewoon van mezelf heel sterk dat niet zo hoeft. Maar, Ik eigenlijk een ring. Mag wat water is. Dus het bakje ligt tevreden, alsof echt voor mijn neus wordt weggeschoten. Zijn wij jaloerse types in vriendschap en relatie? Vroeger wel. Ook in vriendschap. Ja. Vooral in vriendschap. Nou, ook in een relatie hoor. Ook in een relatie. Nou, dat valt echt wel mee. Echt niet heel jaloers geweest. Nou, Isabel. Oh. Ja. Ik dacht gewoon in het algemeen, niet maar over ons. Nee, Isabel. Ik ben niet echt persoonlijk. Ik dacht al, hè. Zie je nou te liegen? Maar dat was ook wel jong en ik denk sowieso als je jong bent, ben je jaloers. Was ik jaloers om mijn vriendinnen snel. Dan denk ik, hallo, waarom jij wel en ik niet, bijvoorbeeld. Maar toen was het heel vaak als ik met haar iets ging doen. En dan was ik wel zich buitengesloten voelt van, waarom heb je mij niet meegevraagd? Maar dat is heel vaak in de drie. Ja, dat sowieso. Maar nu is het niet meer jaloers, het is gewoon gunnen. Ja. Je gunt iemand iets, dus ben ik niet meer jaloers. Nee. Maar die gevoelens heb ik ook niet meer, jaloers gevoelens naar jullie toe. Je bent op een gegeven moment ook gewoon op een leeftijd en je kiest voor iets wat jij wil en jouw keuze. Met je vriendinnen wil zijn, ben je met je vriendinnen. Als jij wil werken, dan ben je aan het werk en dan sta je dan gewoon achter. Ja. En als je jong bent, dan snap je het dan snap je dat gewoon allemaal niet echt. Nee. En nu denk ik gewoon van, mijn vriendinnen zijn iets leuks aan het doen. Ik heb vandaag gekozen om bijvoorbeeld mijn huis te schilderen, dus ik schilder gewoon mijn huis, ja. Nee, maar ja, ik denk letterlijk dat elke jonge meid van 15, 16 jaloers. Ja, sowieso. Mm-hmm. Weet niet of ik ik zou vast wel jaloers zijn, maar niet meer zo overdreven als ik was. Dat wil ik ook echt niet meer, daar heb ik echt heel veel geleerd. Ik denk dat jaloezie ook wel heel erg te maken heeft met
hoe jouw partner ook is. En of jouw partner een reden geeft om jaloers te zijn, ja, natuurlijk ook. Ja, als je partner ook zo is, dan doe je, ja, het zelf ook. Ja, je moet, als je gewoon inziet dat jaloezie toch geen nut heeft. Dat het, dat is, of je jaloers bent of niet, als iemand vreemd gaat, dan gaat hij vreemd, zeg maar. Ja, of, ja, daar ben ik heel daar denk ik nu al een reden voor. Maar dat is sowieso als je wat jonger bent. Ja. Dan, oh, ik heb het zo fucking heet. Ja, ik heb het ook heel warm. Oh, lololololo. Worden jullie wel eens gek of moe van elkaar? Ja, tuurlijk. Ja, ja, jullie zien elkaar natuurlijk heel vaak. Dus dan, ja, heb je misschien sneller een irritatielevel. Ja, hebben we nog niet echt gehad. Nee, eigenlijk nog niet. Maar je hebt ook echt wel soms dat je denkt van nou... Okay. Weet je wel, ben je weer daarom onzeker? Of waarom stress je daarom? Of waarom... Ja, ja, weet je wel zo. Moe of gek, nee, van elkaar. Ja. Maar eigenlijk heb ik dat niet echt met jullie. Dat ik echt moe word van iemand. Dat ik denk, nou nu moet, nee, ik echt weg. Mee. Bij sommige mensen heb je dat wel. Dus ik denk, nou, jezus, wat kost het een energie, joh. Maar moe niet echt, maar soms denk je wel van... Nou, ik heb wel, maar ik heb dat sowieso gewoon wel snel dat ik wel echt... Als ik gewoon alleen maar met mensen ben, dan dus ik moet echt gewoon momenten voor mezelf hebben. Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik zo erg. Ja. Gewoon, het maakt me niet uit, alles met jullie, of met Stan. Met, soms moet, dan wil je gewoon even, dan heb je zoveel te doen. Dan wil je gewoon even alleen zijn en gewoon even die shit doen. En dan gewoon, leave me all fucking alone. Ja, nee, ik snap het. Maar dat heb ik ook wel. Maar dus het, meer, met, het heeft meer met jezelf te maken dan. Ja, of met niet dat je dan iemand... Maar ik denk dat voor iedereen wel goed is om gewoon alleen te zijn, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ik vind het echt vol. Ja, ik ook. Ja. Maar we hebben het ook echt weggeschrokken. Oh, al die bonen liggen weer bij Isabel. Ja, ik zei het. Ja. Ik zit al een hele bakje gewoon... Hey, mukbang king. Ja, wat ben je vroeg? Ja, lekker. Ik heb een paar uurtjes... Chill. Zeg even een gedag tegen al je trouwe fans. Moet je voetballen? Hé, hey, zit jou niet eens. Zeg even hoi. Ze zijn niet al goed tevreden, hè? Mag zo. Je wat? Nee, zou niet te genauw eten? Nee, want die zijn rauw. Kijk, die zijn gewoon nog rauw van binnen. Ja. Dat kan wel. Ja. En die zalm. Ja. En deze kip kan ook. Ja, en die kan ook. Ja, die kan ook. Die voetballen zo. Oh. Gaan we, gaan we even kijken zo? Waarom hou je zoveel van saus? Ja. Staat het erin? Ja, staat erin. Nou, dat eten lekker maken. Ja. Van mijn opa. Ik hou echt overal saus. Op ze sla zeg maar nog ketchup, sla saus, alles. Ja? Ja. En hij maakt altijd zelf sausje, dan nog een dot eroverheen. Oh, ik hou gewoon niet van droog. Lekker. Ik hou niet van droog. Het moet gewoon smeuïgen. Het maakt niet uit in wat voor manier. Het moet gewoon een beetje smeuïgen. Ja, lekker, beetje kaal ook. Ik kan ook niet aardappel met niks eten. Er moet of mayo bij of heel veel jus. Ja. Of... ja. Ja, dat heb ik ook. Ik hou gewoon niet van droge dingen. Soms smaakloos. Ja. Scheetjes. Wat een vraag. Zussen bij elkaar. Nee, je moet gewoon iets uit meetjes schuiven. Ja. Meetjes schuiven, zeg maar gewoon. Ik heb erover gedroomd. Ja, wij waren vroeger echt. We waren verslaafd. Queens. Maar toen ging ik 5 euro uitgeven. Oh, nou. 5 euro, en nu ga ik gewoon voor 20 euro. Kijk, maar. Gewoon zo'n bak. Waarschijnlijk is het wel weer duurder geworden. Ja, sowieso. Vroeg sowieso 2 euro zo'n bak halen. En dan vond je een 2 euro op die kermis. Nou, of ik kwam oma langs op de kermis en kreeg ik al 10 euro. Ja. Oh mijn god. Ja. Maar ik ga gewoon nu echt... Je kreeg altijd iets van, hoeveel kreeg je 50 euro? Ik kreeg al 50 euro voor de hele week op de kermis. Ja? Ja, geweldig. En dan van open oma. En dan was het, je moet het zelf verdelen. Zoek maar uit wat je met die 50 euro gaat doen. Ja. Maar ik ging ook echt sparen. 10 euro per dag, zeg maar. Dus op het einde ging alles opmaken. Maar ik ging ook sparen voor de kermis, weet ik nog. Ja? Dat je echt geen spa, dat ik dacht, oh, de kermis komt aan, dan ga ik echt geld. De kermis is echt het leven bij ons. Ja, dat is echt een dorpding. Ja. Oké, we gaan zo even naar Altior kijken. Hoe laat is het dan? Ja, dat is om 8 uur. Maar leuk, want het is stevig. Het is 4:15, hè? We gaan toch eerst muntjes schrijven? Ik weet het goed. We gaan eerst muntjes schrijven, dan gaan we even kijken voor de voetbal, gaan we het muntjes schrijven en dan gaan wij naar de tent. Ja, dat is ook leuk. Hebben jullie wel eens een crush gehad op dezelfde jongen? Ja, Isabel en ik. Keren. Altijd jullie twee. En weet je wie ik... Weet je, hij kwam eten bij het leeuwtje maandag. Nee. Ik wil geen te zeggen. Niet. Nou, echt? Ik zweer maar waar komt hij vandaan dan? Uit IJsselstein. Ja. Waar zat? Utrecht. Bij Rotterdam toch? Nee, Utrecht volgens mij. Oh. Nou, bizar. Hij zat er op 212. Dus ik zeg tegen Lynn, ik zeg nee. Ik weet niet of je dit ziet. Ja, jammer. Ik zei ja... Ik zei, ik ga niet naar hem toe. Ik denk gewoon alsof ik die tafel niet wilde bedienen, weet je wel. Ja. Hij keek hem aan en toen keek hij mij en zegt hij, Isabel? Hij zegt, werk jij hier? Dus ik zeg, ja. Hij zegt, werk jij gewoon? Zeg maar zo, hij was heel vernederend naar mij. Werk jij? Zei hij dat? Hij zegt, je bent toch zo'n rijk tuchtje? Of was Bo dat? Zei hij letterlijk, hè?
Toen zei ik van, rijk tut. Hij zegt, oh ja, Bo is die rijke stinkert. Ik zeg, nou Bo, werkt hier ook gewoon hoor. Dus hij zegt, oh, dat je wat dit hier werkt. Maar. Zo zat hij. En toen uiteindelijk ging hij ook naar de wc. Oh, zegt, dat vind ik echt een aarde. Liet hij echt zo naar, ga je met me mee naar beneden? Ah, ja. Nou, jij me net hebt zitten. En dan zegt hij echt van, er ging koffie brengen. Ik zeg, jezus, duurde wel echt lang hoor. Dit is echt aandacht vragen op de verkeerde manier. Ja. Maar hij zegt, oh, je bent toch zo'n stadstutje, zegt hij. Hij zegt dat jij werkt, dat ik echt niet verwacht. Ik zeg, ik werk. Huh? Ik zeg, ik werk mij te hard voor mijn geld. Wat doet hij dan? Hij werkt voor mij. Volgens mij kwam van golven af. Nou ja. Nou, volgens mij werkt hij maar dus op hem. Maar dat was ook toen jullie, hoe oud waren jullie? Ja, 14 waren 14 of zo. Nee, we gingen ja, ja, jij was 13, nee, ik was 15. Jij werd 16 daar. Oh. Oh ja, 16 was ik. Oh. Maar toen ging Bo vond hem wel leuk en hij vond jou ook leuk. Maar ging mij ook elke keer berichten sturen. Dus nou, daar zie je eigenlijk al dat het gewoon... Ja, en vroeger zag je dat dan niet in. Nee. En nu zei je dat het in. Zou je denken, ja, eeuw. Okay. Ja. Maar dan denk je helemaal van, oh, hij geeft mij aandacht. Oh, hij geeft mij aandacht. Ja, dat. Dat was met hem. Oh, wat een joke, ja. Nou... Dat... Wat ook maar zegt. Komt. Ja, dat vind ik echt op mijn leven. Ik ben zo vergeet. Ja. Ik vergeet dat gewoon. Ja, dit is er gewoon ja, zo typisch jij... Isabel. Gewoon dit gewoon. Ze precies. Ze hebben alles. Hele dan gewoon echt gewoon best wel life changing ding. En dan, oh ja, mijn oma was overleden. Gewoon, weet je, dat zou je dan opeens kunnen zeggen. Dat zou ook mijn oma zijn. Maar gewoon, weet je wel, dan ja. Zeg van, huh? Hoe kon je dit helemaal niet verteld hebben? Ja, ik wilde elke keer appen, maar ik heb gewoon nog met haar gewerkt. Ik dacht, oh, als boven maar vanavond komt, dan ga ik het zeggen. Nou, en dan is ze er. Ja, je wil het liefst wel het echt zeggen dan natuurlijk. Nou. Ja. Ja, maar dat denkt ook niet aan als ze het op app kan zeggen hoor. Nee. Ik zei van... Ik zei het tegen Lynn, ik moet boos over een appje sturen. Nou, ik vergeet dat gewoon. Maar als je dat zegt, kan je dat toch gewoon gelijk doen? Ja, maar ik was aan het werk. Ja, het was gewoon druk de lunch. Ja, aan het einde van de dag, maar toen was ik alweer vergeten. Dus, oh. Grappig joh. Maar jij met Saar hebben dat nooit echt gehad, toch? Nee. Zelfs jongens? Nee, met Saar, wij hebben allemaal wel... Ja, is wel weet ik wel eerder een beetje hetzelfde. Maar ook bijna niet. Nee, ook niet echt. Nee. Hoe is het leven op het moment? How is life? Ja, goed. Ja, helemaal goed joh. ik ben heel blij. Nou, fijn. Ja. Helemaal gaat blij. Gaat zo'n gangetje. Ja, gaat zo'n gangetje. Ja, ik denk ook nog steeds, nou, we gaan weer misschien naar Curaçao op vakantie. Maar ik zou nog wel weer zoiets willen doen, zeg maar. Dat je kijkt naar een grotere reis. En ik zou heel graag uit huis willen. Ja. Dus ik ben aan het kijken voor een woning. Hè. 5 september komt hij in de verkoop. Dus oh. Waarschijnlijk gaat het niet lukken, maar ik ga wel in Nieuwkoop bij het Ashram. Oh, daar ja. Daar had je toe gekeken. Ja. Nee. Dus daar ga ik voor. Dus fingers crossed, ik moet even voor mijn duimen dat ik hem krijg. Ja, er waren heel veel mensen toch? Waren heel veel mensen, maar ik hoorde ook heel veel mensen zeggen, oh, is dit het? Is dit het? Omdat die avond was niet heel bijzonder. Dus het kan ook zijn dat mensen daar nog afgehaakt. Dus, en ik kom uit Langelaar, dus ik kom uit de gemeente. Ja. Ze hebben al voorrang. Ik ben een starter, dus een starter krijgt sowieso. Maar het zijn natuurlijk ook mensen, ze kunnen misschien wel zien van, joh, oh, die jongen van 28, die is echt gewoon oprecht al 5 jaar aan het zoeken naar haar. Dus ja, die krijgt hem eerder dan ik voor het eerst iets doet. Ja. Dus ik ga gewoon... Maar je gaat wel, gewoon heel open. Je hebt wel gewoon een goed salaris en een goed spaargeld. Ja, dus ik hoop wel al dat je, zeg maar... Nou. Dus dat is nou, iets dat heel wat ik nog zou werken. Ja. Ja. Maar pas over 2 jaar klaar. En ja, ik weet natuurlijk niet wat mijn situatie over 2 jaar is. Maar iets kopen kan nooit kwaad. Nee. Maar en mijn werk. Ja, ik weet natuurlijk niet wat ik straks ga doen met werk. Maar ja, ik heb gewoon een auto, dus... Bij Leeuw blijf of weet ik veel. Waarschijnlijk nog aankomt weer wel. Sowieso voor nu nog. Voor het nieuwe restaurant. Ja, weet je niet, moet je demden mij weer. Ja, ga je langer naar standface, dit en dat. Van heus spreek je echt nooit. Maar hij heeft ook gewoon een vriendin. Ja. Ik weet nog wel dat hij een tijdje geleden ook zei. Zei ik van, hé, hey, vriendin, wat leuk. Ja. Dat is haar op vakantie. Oh nee, dat is gewoon mij die ik hier heb ontmoet. Dat is gewoon een vriendin. Maar... Dat is echt wel heel lang geleden. Nee, maar het is toch uit? Want tenminste, ik heb daar nooit meer iets van gezien. Het was het alleen een voor haar. Nee, blond toch? Ze is blond, ja. Oh, dan ken ik haar niet. Zijn er ook zoveel mensen in de omgeving die veel vreemd gaan? Nou, niet echt. Wordt het wel eens natuurlijk. Ja. Maar ons in de omgeving, iedereen kent elkaar. Ja. Dus als ik zou een vriend hebben en ik zou vreemd gaan met iemand hier uit het dorp, dan binnen 1 seconde weet iedereen. Ja, in Amsterdam is dat echt niet. Nee, in Amsterdam ik hoor zo vaak van, oh ja, die gaat vreemd. Ja. Maar niemand boeit het daar ook gewoon. Er staat helemaal als iemand... Oh my god, die heeft met die gezoend. Ja, het kan echt niet. Het wordt er helemaal een ding van. En ik denk dan echt, weet je wel, fucking ja, hoi, weet je wel, tot zoiets. Dat heb ik ook al lang niet gedaan met iemand random zoen in een club of zo. Nee.
Nou, dat lijkt me ook vreselijk. Dat ik echt wel denk, oh, nakoeien zou niet meer gaan. Ik dacht ook echt soms van, zo zou nu single zijn. Ik zou niet eens meer weten hoe ik zou moeten daten. Nee, ik ben ook granny, jongen. Oh, shit. Ja, ik ben ook echt zo'n oma. Echt erg, maar ja. Zoveel gaan we ook niet meer uit. Nee, daarom. Wanneer gaan we uitgaan, is het niet leuk. Nee, ik vind uitgaan wel leuk met jullie naar de Chin of zo. En dan lekker dronken, lekker eens in naar de zoveel tijd. Ja. Maar ik hoef niet elk weekend meer, zoals je iedereen hier in het dorp ziet, is elk weekend lam. Ja. Dat hoef ik gewoon echt niet meer. Ik trek dat niet eens. Ik vind een wijntje naar werk of een wijntje thuis vind ik heerlijk. Ja. Maar ik hoef het ook niet. Dat hoef ik echt niet meer. Nee, en dan ben je zo heel erg ellendig. Oh, ik vind het zo kut. Ik vind het zo kut. Ja, ik kan dus gewoon een leuke. Ik ga liever dat ik ben en lekker kan werken of zo. En dat ik mezelf een regret eten. Ben. Welk eten vind je echt niet lekker? En dan moeten ze allemaal raden van, zeg maar, wat het is. Dus zeg maar, ik laat het van Isabel over en laat van Saar. Maar dan is het dan een. Ik vind het moeilijk hoor, bij jullie. Nou, ik weet misschien één ding bij jou, maar. Oh ja, ik weet wel iets. Nee, jij zegt iets voor mij, ik zeg iets voor jou en jij iets voor haar. Oké, nou, ik zeg iets voor jou, zalm. Ja, dat is makkelijk. En koriander. Ja. Dat had ik ook, maar ik dacht, je houdt wel weer van gember. Dus ik dacht, was het jij nou? Maar jij was koriander. Dan moet ik iets voor Bo. Er zal vast wel iets zijn. Ik vind koriander ook niet lekker, maar koriander, maar wanneer eet je dat nou? Ja, maar dat is zeg maar niet echt iets dat je zeg maar... Oh, maar jij lust heel veel. Ja, wat zou ik dan niet lusten? Spruiten of zo. Nee, lust ik ook. Oh, bruine bonen. Ja, dat vind ik dus ook echt niet lekker. Ik vind die lekker, maar ik eet het gewoon, zeg maar. Sorry, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, want jij lust ook echt alles. Ja. Er zijn wel dingen wat ik minder lekker vind. Maar dat is niet zoals ik. Of eerder op een andere manier zou eten. Ja, maar koriander. Ja, als je iets op koriander zit, eet het gewoon bijna niet. Vind ik gewoon echt zonde. Ja, ik vind koriander echt fucking lekker. Ik eet heel vaak met curry's of op een broodje. Gat van wat zonde van je broodje. Nee, maar dat is net zoals met gember. Dat ja, dat geeft me. Oh, dat lust ik niet. Gember. Oh ja. Ik vind het echt niet... Ja, wel in je thee. Dus dat is maar zo'n gemberplakje ga ik echt niet opeten. Nee, dat lust ik dus niet. Kan het proberen. Ja, doe eens. Zal ik het even proberen? Maar we komen met zo'n klein saus. Ik heb gewoon een sojasaus over. Hoe dan? Ja, ik heb drie zakjes al op. Ik vind het nu wel lekkerder. Lekker, joh. Het smaakt gewoon naar gemberthee, hoor. Vissend. Ja, ik snap al. Oh nee. Nee, ik vind het niet vies, maar nee. Maar echt niet lekker, dat is ook weer... En bij Saar weet je wat het is ook. Ik ga een Zweedse door, zo heet het. Ja, ik weet wel hoe dat komt. Die leren broek, man. Ja. Dat is jezus, veel te warm, man. Ja, joh, zo... En vliegt die pannen uit hier, hoor. Wat was de pizza mukbang, zegt iemand. Oh, maar die pizza... Nou, dat wil je niet weten wat dat was. Oh, ik vind het maar zo door kut. Maar daardoor zijn wij fucking viral gegaan, hè. Maar ik vind het zo kut dat die video niet meer bestaat. Hoezo? Die heb ik zelf verwijderd. Nee, die stond op Isabelle haar account. Want dat was toen mijn tweede account. Ja, toen hebben we dat als Isabeau vlogs gemaakt. Ja. Toen heeft Isabeau uiteindelijk dat account gekregen. En heeft zij al die video's verwijderd. Gewoon allemaal. Al die Isabeau vlogs. Maar dat wil je toch privé hebben? Nee. Jawel. Ik weet nog precies. Hè? We gingen dus zeg maar pizza in de oven gooien. En dan gewoon, nou, wij waren ook pizza zo challenge. Druk en gek. Oh. En wij moesten dan in binnen een bepaalde tijd of 10 minuten of ja, zo. En ik had gewonnen, jullie kunnen er niet heen. En weet je wat grappig was? Maar wij waren heel slim. Wij gingen elke keer van die kleine stukjes pakken. Ja. Die had het niet door. Die zat gewoon echt zo netjes al die stukjes zo te eten. Ja. En wij zaten alleen maar te kijken, waren ze nee, klein? Maar toen ik zo verloren. Ik had verloren. Ik was mij verloren. Ja? Ik was niet. Jij? Ja, ik. En wat ik dan moest doen, ik moest mijn moeder bellen en vertellen dat ik zwanger was. Ik was 14 jaar, mijn moeder neemt alles heel serieus. Ja. Dus het was echt een drama. Wow, nee. Ik was er nog bang voor, zei ze. Nou, het werd echt helemaal toen, gek. Toen kon ik het niet houden. Want het lag gewoon in mijn broek gepast. Ja. Ik heb echt wel eens avonden gehad dat we zeggen, nou, dit was echt de mooiste avond ooit. Maar ik onthoud dat nooit. Ja, hoor, je weet het weer niet. Nee. Ja, ik vond fuik fucking leuk. Maar soms leef ik ook niet, voor mijn gevoel. Nee, dat klopt. Jij zit altijd ergens anders met jou. Ja, en Isabel zegt altijd heel veel te drinken. En dan zeg maar, denk je dat zij niet dronken is. Ik ben echt zo niet dronken. En dan zeggen wij, je moet nu gaan zuipen. Dus dan geven we haar shot, drankjes. En dan loopt zij nog 10 keer meer achteruit dan op. Ja. Maar dat heeft ze dan niet door. Wat was jullie ergste ruzie ooit met z'n drieën? En dat was denk ik wel toen die ene keer dat we Bo echt een paar weken niet hadden gesproken. Ja. Ik heb er laatst nog allemaal dingen van gekregen. Echt? Ja.
Dat was echt, ja, want toen waren we ook 14. Ik kreeg tekst van die meiden. Ja, zo ook echt letterlijk. Ja. Maar ik weet ook nog wel dat ik was best wel heftig daarin misschien. Want ik weet ook nog wel dat zo'n jongen uit mijn klas, die kwam dan niet naar school omdat hij gewoon bizarre problemen had thuis. Maar ik dacht gewoon, oh, is je lekker thuis, shit, shit. Dus ik heb hem echt 100 keer berichtjes, ja, wil je zwerver worden? Nee, jij bent misschien wel zo'n moeder raar. Is of zo. Jij bent dat verwacht zo... ik echt niet van jou, dat jij dat zegt. En jij kan daar zo raar. Jij leeft echt een soort in je eigen wereld gewoon. Ja, dat denk ik niet. Nee. Die jongen komt in school, te sukkel joh. Dat komt gewoon in je fucking school. Dat denkt hij wel niet. Dus dan ga ik Wat zielig. Dan ga ik helemaal ziek in de problemen. Ja, maar je kent hem. Zo, alle mannen zijn er. Die draak hier. Ja. Zit ik uit de bellen of nog? Moet ik eten kopen? Oh. Zit ze niet zo op de bank. Ja, we hebben overal, we hebben zo'n snoepen. Ja, we hoeven niet meer. Jongen, wat zijn er toch eens meekijzen. Ja, dat moet je lekker nemen. Maar die granalen zijn... Ja, die wel. Ja, die we moeten eigenlijk goed. Even weg leggen. Ja, we moeten de koelkast leggen, is wel op schaaltje. Nee, maar die zijn niet goed. Nee. Wat niet? Deze zijn rauw. Die zijn nog rauw van. Kijk eens, het is toch nog rauw? Ja, kijk. Nee, moet je van maar deze kijken. Die staat midden in beeld, pap. Gewoon met zijn rug naar. Natuurlijk. Ja, bestel smeerkees in jullie. Smeerkees. Nee, dat geeft niet. Een beetje rauw, dat geeft niet. Ja, dat is ook meer dan bij je genaamd, dat geef echt niet. Nee, maar nee, ja, wij durfden het niet. Met een koekjes weer? Ja. Dat is zonde. Dat is meer dan nog wel lekker. Ja. Wat zouden jullie het meeste aan elkaar missen als jullie een jaar zonder elkaar moeten zijn? Stel, zouden jullie elkaar, met z'n drieën elkaar een jaar niet zien, wat zouden we dan het meest missen? Beveren. Beverbende. Nou, toen ik op Curaçao was, heb ik je natuurlijk best wel lang niet gezien, maar dan... Realiseer natuurlijk wel dat er gewoon iemand echt voor. Ja, je mist iemand die jou echt kent en die er echt voor je is en die je begrijpt. En die je weet hoe je voelt, hoe weet hoe je. Ja, waar gewoon je wat aan toe bent. Ja, dat ga ik het meest missen. Dat je echt gewoon echt je. Want wij begrijpen elkaar gewoon helemaal. Ja. Dus dat ga ik het meest missen dan denk ik. De leuke avondjes, maar ook om iemand lekker te zeggen wat je wil. Ja, en gewoon. Thijs heet hem niet. Ja? Thijs wel, ja. Maar is wie is al thuis? Je hoeft het niet op te ruimen. Ik zou het niet. Smeerkezen zijn het. Gaat hij alles opruimen? Wij doen het wel. Dus Thijs is thuis? Thijs is thuis. Hij kan het gewoon niet aan. Dan weet je wat een troep is. Hij zat hier gewoon lekker auto om de stof te ruimen. Ik kon dit ook nog met een stofzuiger op. Ja hoor. Doekie. Ja. Nee, maar die kan gewoon niet zeggen en diegene weet gewoon al wat er allemaal speelt en wat aan de hand is. En dat je diegene ook kan vertrouwen. Ja, als je nieuwe mensen ontmoet, kan je... Ja, weet je, die ken je nog niet. Ja, nee. Weet je toch niet, als er bijvoorbeeld echt een noodgeval is of als er echt iets is, dat je dan echt bij diegene op diegene kan vallen. Of ja, weet je dat wat? Is het. Terug kan vallen. Ja, mooi afsluiten. Ik vind ik ook. We hebben echt alle 10 minuten opgegeten. Altijd en, zo. Dus, daarna was vragen beantwoord, maar weet je, ja, het is gewoon leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik vond het wel leuk. Soms vergeet ik ook nog van het aan het filmen. Ja. Dan denk ik, oh, is het te lullen? Ik heb het zo fucking heet. Ja, dat zat ik met zo'n broek. Even weg hier. Maar bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Hopelijk ook weer met Isbambo. En dan de volgende keer. Doei! Bye! Yes, I'll be on my way now. Just give me a...